Number two, baby! Rock on! Jezus, de buren! Ik pak die spullen even op, want die hebben we gewoon nodig. Hallo, wat tof dat je weer kijkt. We hebben de tweede slechtste brievenrubriek van Nederland voor je. Nee, dit is niet de tweede slechtste rubriek, dit is de allerslechtste. Oké. Dit is de nummer twee van de slechtste brievenrubriek van Nederland. En ik ben nu al moe. Naar aanleiding van de eerste hebben we al heel wat brieven gekregen. Dat vinden we superleuk. Ik heb heel veel moeite moeten doen om ze niet al open te maken. Dus die surprise gaat nu gewoon live gebeuren. Ik vind het heel vet. Laten we niet te lang ouwe hoeren. Jullie hebben ons brieven gestuurd. We gaan ze lezen. De brief van de week. De brief van de week. Deze is natuurlijk de brief van de week. Want hallo, hoe mooi is dit? En er staat nog kiss op ook. En er zit iets in. Aangeven dat we wel als een soort indianen in 1730 ons laten omkopen met glimmende dingen. Oh, ik vind die spulletjes en het glimt heel mooi. Oh. Hey, misschien doen we even 3 dagen over het openmaken van de brief van de week. Oké, jongens. Is het een kazenplay? Oh, kijk nou. Een peanut butter bar. Wacht. Wat gebeurt hier allemaal zeg? Peanut butter bar. Caramel whisky mini. Oh, ik laat je even zien wat we hier hebben. Nou, ik bedoel deze. En sterren. Sleutelhanger, denk ik, van een minion. Ja, dat is mooi. Ik heb een beetje een zweterig voorhoofd. Dit is een heel klein vogeltje. Komt dit uit kindereieren? Ik denk het. Oh, kijk. Oh. Glitter. Hoi, lieve Marije. Ik ben Lynn. Deze extraatjes zijn voor jou en Max. Ik vind jou en Max erg aardig. Bijna even leuk als jou. Haha. Oh, sorry. Ik ben Marije, ik kan niet lezen, ik ben net zo wacht. Overnieuw. Ik vind Max erg aardig, bijna even leuk als jij. Jou. Oké, Lynn. Mijn vraag voor jou is, hoe hebben jij en Max elkaar ontmoet? Oh, ik wil je alle kazenvlees van Nederland geven, maar helaas gaat dat niet, dus daarom dit. Oh, zo lief. Echt. Jellybeans en hartjes. Piepkie. Zelfs de kat die voelt hoeveel liefde er hier is. Ja, oh, zo lief. Dankjewel, Lynn. Hoe hebben Max en ik elkaar ontmoet? Vertel jij me, Max. Nou ja, meestal is Marije beter in dit verhaal vertellen. Marije en ik kennen elkaar namelijk al heel erg lang. Haal even dit ding van mijn hoofd af. Vermoeid om een serieus verhaal te vertellen met een minion op mijn hoofd geplakt. Marije is al heel lang een van de beste vrienden van mijn broertje, ja. Alex. Dus we kennen elkaar al heel lang. En een paar jaar geleden op een feestje van mijn broertje en zijn vriendin, toen sprongen de vonken over. En wij hebben nooit meer teruggekeken. Ik heb dus nu heel de neiging om te zeggen, alles wat jullie opsturen eet ik op. Maar die belofte ga ik echt niet maken. Ik kan het zeggen, dat wordt echt je dood. En door. Brief nummer 2. Een hele leuke roze envelop. Mag ik deze lezen? Nee, mag ik lezen? Jij mag niet alles lezen. Begin zelfs met mij eerst. Hallo! Ik zit te schreeuwen, ik zit naast je. Ja, maar de mensen moeten dat helemaal op YouTube horen. Hallo, Max en Marije. Haha, M&M. Hm. Bij deze een echte brief voor de slechtste brievenrubriek. Deze vraag is voor Max, alsof ik het wist. Maak me wel zorgen wat er nu verder is. Wat vind jij van de experimenten die Marije doet? En doe je soms zelf ook mee? Oh ja, nog een ideetje voor een experiment. Ik hoorde laatst dat je beter slaapt als je een paar uur voor het slapen schermen uitzet en de lichten in huis dimt. Of een zonnebril opzet. Ik ben benieuwd of het ook echt werkt. Heel veel groetjes, Indie. Hoeveel swagger heb je dan als je gewoon in je huis in de avond met je zonnebril rond gaat lopen? Terwijl je Indie heet. Ja. Wat vind ik van de experimenten die Marije doet? Ik zie er natuurlijk allemaal van heel dichtbij. Ik lees veel van de comments waarin mensen zich oprecht zorgen maken over Marije en wat ze haar lijf allemaal aandoet. Ik heb Marije al een tijdje. Oh, ja. En ik heb Marije te lang. Oprechte vraag. Ik weet dat ze daar heel serieus mee omgaat. Niet hele, hele extreme dingen doet. We zijn ons ook heel erg bewust dat er heel veel mensen kijken. We willen zeker geen rare ideeën de wereld te slingeren van probeer dit ook eens. Dus het is allemaal niet zo extreem. Maar zoals laatst met dat keto dieet, waar je de video hiervan kan zien, is het wel echt heel zwaar gehad en is echt wel dagen ziek geweest. En dan maak ik me ook wel zorgen over. Ik heb niet het idee dat ze, sommige mensen zeggen meteen, pas op dat je je lichaam niet ruïneert. Een mens kan meer hebben dan de meeste mensen zich beseffen. En Marije gaat daar heel bewust mee om. En ik vind het vooral heel goed hoe ze zich ervoor inzet. En de toewijding die zij heeft voor wat ze met dit gebeurt en als doet. Ik ben blij dat jullie dat waarderen, want ik vind dat heel leuk. Aww. Oh ja, Indy, jouw laatste puntje. Lifehack. Zoals Indy zegt in haar mail al, dat het zou helpen met slapen als je een paar uur voordat je naar bed gaat schermen uitzet en zij zegt zelfs een zonnebril opzet en het licht uit. Die zonnebril vind ik wel extreem. Het helpt wel als je een paar uur voordat je gaat slapen cool uitziet. Dat is altijd goed.
Maar wij doen dat wel al een hele tijd. Wij, minstens een uur voordat we gaan slapen, proberen we telefoons weg te leggen. Geen computers meer, geen televisieschermen meer. En ik merk zelf dat ik daar heel veel rustiger van word en beter van slaap. Dus dat is de lifehack van de week. Stop met naar je telefoon kijken en ga een boek lezen. Oké, volgende brief. Oké, deze mag ik weer. Het is een aanzichtkaart met fijne dagen erop. Het is een kerstkaart. Hey. Yes. Bedankt voor de effort, jongens. Hi Marije en Max. Ik was benieuwd wat jullie favoriete feestdag is. Groetjes van Roos. Nationale kattendag. Nationale chocolade etendag. Is dat er? Anders nationale kaasvlieg. Wat vind jij? Ik hou niet zo van feestdagen. Vrije dagen? Oké, Grinch. Zon en feestdagen. Nee, ik vind kerst gezellig. Mag dat? Ik vind kerst gezellig. Hey. Ik vind kerst gezellig. De laatste brief van de week. Kijk eens even, wat een papiertje hier. Wat gezellig. Wij hebben schitterend appeltjes en peren papier. Dus ik denk dat wij een vergelijking gaan maken. Dit is een oprechte vraag, even voordat ik aan deze schitterende brief begin. Ik kan me voorstellen dat mensen heel enthousiast zijn en dingen opsturen omdat jij ze dan gaat lezen. Ik geef hem bijvoorbeeld al aan Marije, zodat zij de eerste team leest. En als er dan een brief voor mij is, dan lees ik hem wel. Maar ik ga ervan. Voorlopig gaan we er nog even uit dat jullie Marije brieven sturen. Hoi Marije en Max, ik zou graag van jullie oneindige wijsheid gebruik maken voor het volgende. Wat kan je doen als je alleen een aan- of uitstand hebt tijdens het alcohol drinken? Dus of aan de 0% of huilend aan je baas de liefde verklaren en daarna besluiten dat je op straat gaat slapen. Wauw! En je zou voor een bierbrouwer zijn gaan werken. Hoe overleef je nieuwe schone reputatie dan de wekelijkse werkborrels? Ik vraag dit voor een vriendin. Thanks alvast. En voor een vriendin. Pro move. Geen naam eronder. Nee. Well done! Nou, ik kan, als ik even mag quoten uit de brief. Dus of aan de 0% of huilend aan je baas de liefde verklaren en daarna besluiten dat je op straat gaat slapen. Ik begrijp niet wat het probleem is met het tweede punt. Dat klinkt als een topavond. Go hard or go home. Behalve als je natuurlijk hier zijn al 100 iets als je minder dan 18 bent en met parfum op geen enkele manier wil Max en Marije geassocieerd worden met het stimuleren van alcohol drinken onder mensen die minderjarig zijn of eventueel niet in staat zijn om zichzelf in te schatten. En dan als je misschien dan toch de liefde aan je baas verklaart en dan denkt dat het niet zo handig is, dan heb je dat zeker niet hier gehoord en willen wij je niet adviseren dat je dat vaker moet doen. Want we denken dat het waarschijnlijk niet zo'n goed idee is, ook al hadden we het misschien zelf ook wel kunnen doen. Maar ja, weet je, dat dingen gebeuren. En dan ondertussen denk ik niet dat je ons daarna nog een brief moet sturen dat het misgaat met je vriendin van je, dat je dan boos bent en dat je nooit meer naar ons gaat kijken. En ik hoop dat we geen abonnees verliezen. En oh mijn god, mijn tijd krijgt op. Tot de volgende week! Ja, tot de volgende keer! Tot de volgende keer! Bedankt voor het kijken, jongens. Bye bye.